Het is een gebed zonder eind, ook voor de basisschool De Troubadour in Oud-Strijp. Door de stijgende coronacijfers stijgen ook de besmettingen op school. Daar is deze week ook al een klas naar huis gestuurd. Het is niet de eerste keer dat er een klas naar huis is gestuurd bij de SKPO-basisscholen. Al vanaf begin dit schooljaar zijn er meerdere groepen in quarantaine gezet. Telkens gaat het dan om 1 à 3 klassen per school. De stijgende cijfers zijn ook een zorg voor evenementen in de stad. Glow is natuurlijk al aangepast met een QR-code. Ook voor carnavalvierders is de QR-code gewoon nodig, want 11.11 staat donderdag gewoon op het programma. Ook voor de intocht van Sinterklaas gaat het allemaal net even iets anders. Dit jaar komt hij niet met de boot aan op de Kanaaldijk, maar vindt hij zijn tocht direct naar het stadhuis. We zouden heel veel binnen doen qua activiteiten, maar dat is helaas niet mogelijk. Dus we hebben besloten om het buiten helemaal te doen. Op het stadhuisplein, maar ook achter het stadhuis, dus er helemaal omheen. Sinterklaas die blijft wel gewoon in het stadhuis zitten. En dan kunnen mensen via het inwonersplein kunnen ze doorlopen en dan door naar boven. En dan komen ze uit in de zaal van 100. En daar kunnen ze Sinterklaas een handje geven. Het is voor de organisatie allemaal wel even snel schakelen. Zeker ook omdat de intocht al aankomende zaterdag is. Het was niet leuk, maar het lukte wel uiteindelijk. En dat is het belangrijkste, dat we gewoon een heel leuk en gaaf feest krijgen voor alle kinderen van Eindhoven hier op het plein.